Hardrijden op de schaats. Dat is in Nederland per traditie schaatsen voor allrounders. Een echte kampioen, dat is iemand die zowel de 500 meter als de 10 kilometer beheerst. Het sprinten, dat is stuntwerk voor Amerikanen, Russen en Aziaten. In 1976 lijkt toch een Nederlander het WK-sprint te gaan winnen. Jos Valentijn staat na 3 afstanden riant aan kop. Maar door 3 valse starts op de afsluitende kilometer wordt hij gedisqualificeerd. Jan Bos is op dat moment nog geen jaar oud. Hij groeit op als een groot schaatstalent. Hij droomt van successen als allrounder. Sprinten komt niet eens bij hem op. En toch wordt Jan Bos de allereerste Nederlandse wereldkampioen sprint in Berlijn. Met dank aan een aluminiumplaatje van 3 mm dik. Dit is 1994, ja. Ja. Toen was ik nog allrounder. Dan hoor je dat je moet gaan sprinten. Ja. Van wie? Nou, ik kreeg, dat werd door de KNSB bepaald. Je moet op een gegeven moment keuzes maken. En ik heb toen keihard die keuze voor Jan gemaakt. Met steun overigens van de hele technische commissie van de KNSB, want die waren er volledig mee eens. Ik vond mijzelf totaal geen sprinter. Echt, ik zag dat totaal niet zitten. Hij werd 11e op de 500 meter. En hij won de 5 kilometer, dan ben je in mijn ogen nog geen sprinter. Ik had er niet op gerekend dat zowel Jan Bos als de hele familie Bos over mij heen vielen. Van hoe ik het in mijn hoofd haalde om Jan Bos dus geen allrounder te laten worden. Want dat had veel meer aanzien dan het hele sprint gebeuren. Je had een Rientje Ritsma, Falco Zandstra, Hein Vergeer, daar keek ik allemaal tegen op, Leo Visser. Ja, dat wilde ik. Dat wilde ik worden. Balen natuurlijk ervan. Niet fijn. Echt balen. Ja. Ook omdat hij zelf natuurlijk helemaal niet erachter stond. En ja, waar doe je het dan voor? Je bent opgeleid als allrounder eigenlijk. Ja. Sprinten in Nederland, dat konden wij niet als Nederlander. Wij zijn veel te groot. Dat was alleen maar weggelegd voor Japanners en kleine Aziaten en Koreanen. Maar dat... En zo zag ik dat ook. Ik was zo overtuigd van het feit dat hij nooit een 10 kilometer zou leren rijden die hem tot succes zou brengen. Kijk, hij reed toen, in die periode reed hij 15:58. Kijk nu eens naar 12:41, hè? Maar 15:58 reed hij. Stel nou eens voor dat hij in die periode meer dan een minuut harder had kunnen rijden. Dan had hij misschien 14:40 gereden of zo. Dan was je echt niet aan de bak gekomen. Je hebt net een generatie gehad van Igor Zelezowski en Dan Jensens. Kerels met enorme dikke poten en die 35ers rijden. En ik reed op dat moment 39. Dat was zo'n enorm gat. Dat zag ik totaal niet zitten. Technisch is het een van de allermooiste schaatsers die wij ooit hebben gehad. He, ook zelfs Art Schenk, Kees Verkeer konden niet zo goed schaatsen als Jan Bos. Maar dat neemt niet weg dat je moet op een gegeven moment keuzes maken. Een 100 meter lopen laat je ook geen marathon lopen. Op dat moment nam ik het Leen Vrommer wel kwalijk. Ja. Dat hij niet met mij had overlegd van ja, wat wil je nou uiteindelijk? Wat wil je worden? Maar dat werd gewoon voor mij bepaald op dat moment. Ja. Het duurt uiteindelijk 2 jaar voordat Jan Bos zijn draai begint te vinden in de sprintploeg. Gestimuleerd door zijn vriend Erwin Wennemars en supertalent Marianne Timmer gaat Jan Bos steeds harder rijden. In 1996 komen de jonge sprinters onder de hoede van uitgerekend Leen Vrommer. En ineens blijken ze zich te kunnen meten met de wereldtop. Dat is dat jaar echt goed gegaan. Marianne Timmer die werd wereldkampioen op de 1000 meter in Warschau. Jan die werd tweede op die 1000 meter. Dus dat ging echt goed. En tot mijn verbazing zei toen de technische commissie van... Leen Vrommer, je bent heel goed in opleiden van schaatsers. Maar bij de senioren... daar hebben we dus nu een andere trainer voor gevonden. En die heet Pieter Mulle. Toen ben ik zo boos geworden dat ik dacht, ja, nou ben ik een keertje een trainer die dus werkelijk succes gaat hebben. En dan gaan jullie mij die ploeg afnemen. En dan all of a sudden, you know, the team was put together because for whatever reason, Leen, I don't know, he wanted more money or I don't know what happened there. But up came to me and said, this is the way it's going to be. And I said, okay, let's go. Toen moest Leen het veld ruimen en toen kwamen we bij Pieter Muller in de ploeg. Waar we in eerste instantie ook niet echt bij wilden.
Maar dat was al snel was dat omgedraaid. Want? Nou, dat was één groot feest. Dat was echt, echt spektakel. Ja, we waren echt cowboys. Gelijk vanaf het eerste moment dat we bij Pieter in de groep zaten, ja, dan ben je... Het was zo leuk en werd zo hard getraind. En ja, dat was zo'n enorme klik en iedereen die was helemaal wild. Het was echt een enorm wijgevoel en dat waren gekke tijden. En toen kwam dat WK sprint. We waren in Colalbo. Het was 2 weken voor het WK sprint. En we kregen, op dat moment kregen we het nieuwe materiaal. Ik had elke keer het moeite met de bochten. Ik kwam elke keer met mijn schoen op het ijs. Ik kwam eigenlijk geen bocht door. En ik zat echt uit te vogelen, ja, waar ligt het nou aan? Dus overal in zoeken, in rondingen, buigen. Dus ik met een schuifmaat die schaatsen opgemeten. De totale hoogte. Maar bleek dat het vorige materiaal bleek gewoon 3 mm hoog te zijn. Ja, dan kun je meer hangen. Ja, heb je gewoon minder snel last dat je met je schoen op het ijs komt. Ik moest die 3 mm overbruggen en... Dus ik moet aluminium plaatjes ertussen zien te krijgen. Dus ik heb een tekening gemaakt ervan, van ja, hoe het er ongeveer uit moest zien. Ik heb met mijn ouders gebeld. Die zeggen van ja, fax het maar naar ons toe. Dit kregen we van Jan. Toen ben ik naar een man gegaan. Dat is een meubelmaker. En die kon het wel fixen. Alle details stonden erop. Ik kon die plaatjes zo maken zonder overleg verder. En dat had hij toch, ja, achteraf blijkt dat hij toch op een school heeft gezeten ergens. Dat hij dat zo op papier kon zetten. Dus dat is het plaatje. En daar had hij de 4 voor nodig per... Beschaat, zet. Ik reed echt voor geen meter. Dus ik was echt wel een beetje aan het stressen van ja, dat moet gewoon zo snel mogelijk naar Colalbo komen. Ik krijg het aan maar eens even in Colalbo. Wij waren nooit verder geweest als Duitsland, dus Colalbo. Maar dan was er een man uit Deventer en die ging daarheen. Vader Bos die wist dat we gingen met de club. En, Want u heeft een schaatsclub? Met een schaatsclub, ja. Een juniorenclubje, zeg maar. En zodoende heb ik die plaatjes dus meegenomen. Nou, die plaatjes heb ik afgeleverd in het hotel aan Jan Bos. Ik was de koerier, ja. Want ik moest er toch wezen. Vanaf het moment dat ik ja, die plaatjes kreeg, ging het eigenlijk ja, fantastisch goed. Do you know what this is? Yeah, it looks like a spacer. Was that a spacer from Jan's skate? Yeah. Who made this for him? Somebody in his hometown. Okay. Yeah, I know he was hitting his boot on the ice a little bit and I was bothering him. And he was putting some things in there, so... This is it. This was his secret? I think so. What do you think? I don't know. If his boots were hitting the ice, then for sure it helps a lot. Op dat moment gaf me dat zoveel vertrouwen. Ja, dat heeft me zeker de wereldtitel opgeleverd, ja. Ja. Bos heeft het voordeel van het starten in de binnenbaan en ook het finishen in de binnenbaan. Witherspoon zal dus alles of niets moeten rijden. Vol vertrekken en kijken waar het schip strandt. Bos moet volgen. Ja. En bekeken rijden. Maar ook Bos moet alles of niets rijden, want 2/10, tja, dan kun je het niet op aan laten komen. Dat was een goede opening. Volkomen gelijk. Nog altijd die 2/10 dus. 16:72. De beste opening tot nu toe. Een goede kruising gereden. Kijk Pieter Muller, de coach. Schitterend dit. Technisch rijdt Bos perfect gewoon. Schitterende bocht, vlak langs de blokjes. Het
gaat gelijk op. I think I knew though to win I had to be ahead after 200 and then ahead again after 600. Ja, ook die Canadezen lopen goede bocht. Nog steeds gelijk. Kleine voorsprong voor Jan Bos. And I wasn't I was actually behind by a hundredth or two at 600. And I think that kind of killed me a bit mentally. Bos heeft nog die binnenbocht, hè, zo dadelijk. Oh, wat is dit goed voor Bos. Hij kan nu naar de Canadees toetrekken. En dan heeft hij nog die binnenbocht. Ja, toen wist ik eigenlijk al van, ik hoef alleen maar overeind te blijven. Als ik overeind blijf, dan win ik hem. De achterstand van Bos is niet groot, hoor. Nee, hij heeft hem hier te pakken. Dit moet hij gaan redden. Hij heeft hem hier te pakken. So going into the last turn, you know, I could hear him coming. And when he passed me, I think I lost my... I deflated a bit, if you know what I mean. The wind went out from under my sail. Hier rijdt de wereldkampioen uit Hierden. Wereldkampioen sprint 1998. Oh, wat een verschil. Jan Bos, ja, daar al wat gebaar. Die gebalde vuist. 1:11:10. Binnen de tijd. Jongen, wat een overmacht. En wat een prachtig feest is dit. Wennemaas gaat onderuit. Hij is de wereldkampioen sprint. En dat is in Nederland, voor Nederland, nog nooit gebeurd.